Hubertustunnel is opgeleverd 1 oktober 2008. Een aantal systemen waren natuurlijk toe aan vervanging, waaronder de UPS. De grootste uitdagingen tijdens de vervanging was het beschikbaar houden van de vluchtroutes. Gezien de omvang van het systeem, van het oude systeem, moesten we er echt rekening mee houden dat de toegang van de tunnel voor het personeel, voor de monteurs, dat die beschikbaar bleef tijdens de installatiewerkzaamheden en het uithuizen van de oude omgeving. E-Power is bij het UPS-project op de Hubertustunnel betrokken toen Structon Mobility ons een offerteaanvraag stuurde. Wij zijn toen met onze onderleveranciers Frans Rijn voor de batterijen, Rollema voor het transport, maar zeker ook met Delta in conclave gegaan. Wat is de beste oplossing die we hier kunnen bieden? We hebben met z'n allen een schouw gedaan en met Structon Mobility ervoor gezorgd dat er een totaalplaatje kwam liggen wat voor ieders tevredenheid was. E-Power heeft specifiek voor de Delta UPS gekozen omdat het een modulair systeem is. Het geeft een bepaalde flexibiliteit naar de toekomst. Hubertustunnel zal over 2 of 3 jaar worden gerenoveerd, dus daar zijn we op voorbereid. Maar een ander belangrijk aspect is de hoge energieefficiëntie van het systeem. Daarmee alleen wint het Hubertustunnel ongeveer 20.000 tot 30.000 euro per jaar en is de investering eigenlijk binnen 5 jaar terugbetaald.